Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Het wordt een zonnige bevrijdingsdag. De dag begon frisjes, temperaturen dicht bij het vriespunt. Maar de dauwtrappers hebben ideale omstandigheden, want er staat weinig wind. En die wind die blijft de hele dag vrij rustig uit het zuidoosten met windkracht 2 à 3. En dankzij de volop schijnende zon gaat de temperatuur snel oplopen. Uiteindelijk wordt het vanmiddag zo'n 17 graden in het noordwesten en 19 à 20 graden in het binnenland. Heerlijke dag dus. Wel zonkracht 5, betekent dat je tussen 12 en 3 uur vanmiddag binnen een half uurtje kan verbranden. Vanavond zien we wat meer sluierwolken, maar het blijft overal droog en halverwege de avond zijn de temperaturen nog steeds heerlijk. Over heerlijke temperaturen gesproken. Morgen wordt het nog warmer, 22 tot 24 graden, misschien lokaal de eerste 25 graden. Veel zonneschijn en een paar sluiewolken. Wel meer wind dan vandaag. Zaterdag en zondag hebben we ook te maken met een matige wind, windkracht 3A4 uit het oosten, en die blijft warme lucht aanvoeren. Het wordt een zonnig weekend met maxima van 22 tot 25 graden. En ook voor de maandag ben ik positief, heel misschien later op de dag in het zuiden een bui. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl